Dit is ook niet te veel gevraagd. Nee, dat is een ander kanaal, Jesse. Oh. Oh, je begrijpt hem nu pas. I get those goosebumps every time. I need the Heimlich. Throw that to the side. Yo, leuk jullie kijken naar een gloednieuwe video. En ja, Robin, een gloednieuwe survival. Ja, we zijn er weer. We moeten overnieuw beginnen. Ja. Maar ik vind het niet erg. Ik ook niet. Want ik denk wel dat we een veel leukere survival gaan maken deze keer. Ja. Echt. Tuurlijk. We hebben ten eerste deze server aangeboden gekregen door Flarehost. En we hebben natuurlijk weer de oude, vertrouwde crates. Oh ja, let's go. Druk jij op de knop? Ja, oké. Okay. Let's go. Klik. 3, 2, 1, direct shot. Er zitten ook veel meer dingen in deze keer, dus het is best wel speciaal op zich. Oh, wat ga ik krijgen? Nice. Wat heb je gekregen? Diamond Horse Armor. Hey, dat is best een goeie. Dat is fucking goed. Ik ga op. Let's go. Oh, een ender chest. Zullen we die hier gewoon gelijk neerzetten? Ja, doe. Holy shit. Horse Armor erin. Epic. Hey, ja. Ik ga denk ik even wat boompjes hakken. Ja. Ik denk dat jij ook wel even kan helpen. En dan, jij had nog een idee. Jij wou gaan minen volgens mij, toch? Ja, ik ben een miner. Alright, nou, ik ga daar denk ik even boompjes hakken. Ik heb eerst een beetje hout nodig. Daarom. We hebben in ieder geval een leuk plekje, want we zitten omringd door snow biome, zag ik. Swamp biome. Nou, wij zitten nu bij grasslands. Nou ja, alleen nog een jungletje vinden en we hebben alles. Ja. Ik heb hier een mushroompje gevonden, kunnen we altijd even iets leuks van maken. Nieuwe recipe. Oh, je hebt natuurlijk recipes. Daar heb ik nog nooit mee gewerkt trouwens, met recipes. Jij wel? Met recipes? Ja, dus dat je jouw craftings, zeg maar, je crafting recipe, kan je zeg maar opslaan. Dus kan je quick, net zoals bij Tekkit ook doe, dat je gewoon snel kan maken. Ja, daar heb ik het wel eens gebruikt bij Tekkit. Maar daar moet het ook wel, als je telkens alles opnieuw moet gaan doen. Oh, nice. Acrobatic skills gaan natuurlijk ook omhoog als je flikkert. Ja, dat is ook wel handig trouwens. Als je heel vaak flikkert, dan krijg je uiteindelijk minder damage ofzo. Kan je wel van hogere afstanden donderen. Krijg je ook niet iets meer speed? Ik weet het niet helemaal meer. Het is lang dat ik MCMO gebruikt heb. Jij ook volgens mij. Ja, super lang geleden. Dat was nog op de Kingdom server. Oh, Herbalism skill heb ik ook level 1 gekregen. Mochten jullie trouwens leuke ideeën hebben, laat even weten in de... Kut, hoe noem ik dat weer? Chat, toch? Comments. Ja, in de comments beneden. Dan, lang geleden. Ja, dat is lang geleden inderdaad. En dan kunnen wij kijken of we dat hierin kunnen gooien. Wellicht, als je ooit een keer mee wilt doen. Dat zou natuurlijk waarschijnlijk wel kunnen. Dan gaan we dat gewoon voortzetten. Oké, shit. Au. Wat doe je nou? Oké, ook damage dat aan. Ja, maar dat hoort. Maar je moet wel eventjes denk ik een safe zone maken. Bij de chest. Even kijken. Right. Dus dat was bijna de eerste ondergang. Ja. Wat maar ja. Mensen zeggen altijd bijna is niet helemaal. Dat klopt. Kijk, ik moet wel weer steen. Ik moet even een shuffle maken. Ik wil niet weer dat dit gebeurt. Of een shuffle. Oh, zwaard. Die creepers vind ik altijd. Maar die skeletons zijn echt heel sterk. Ik heb ook een zwaard voor jou neergedropt. Die had ik al, man. En dan heb je er nog eentje. Als die andere kapot gaat, zeker. Ja, bijvoorbeeld. Ook al een oven. Moet ik even wat houtskool maken. Kun je dat? Heb je nog logs? Ja, ik heb logs, ja. Hier. Maar niet heel veel, man. Maar je mag alles wel gebruiken. Ik hak straks wel een nieuwe. Ik gooi de helft er eventjes in. Probeer even een mini farmpje te maken. Ik heb water nodig. Water?
Ja, dat is heel kut, want we hebben geen buckets, dus iemand moet gaan minen. Ja. Goed. Als je dan hiermee verder wilt. Ja, ik let hierop. Dan maak ik even een tisje. Waardoor ik wat dingen kan opslaan. Maar jij kan gebruik van kan maken, want heb ik hier even wat vlees in gegooid. Ja, ik heb er ook al bij gegooid nog. Dan kan je dat zo meteen erin doen? Dan ga ik even op. Ik ga wel voor de skeleton killen. Is het trouwens nog steeds. Oh ja, het kut. Dit is andere PvP natuurlijk. Yes. Ping. Eruit achter een zombie. Oh, dit vind ik even eerlijk. Ik wil meer boxen pakken. Zodat ik niet steeds mijn kop stoot. Ja, dat deed ze. Crit, hoppakee. Ja, dan maar een beetje gaan killen. Mooi. Ik hoor wing. Ja, maar dat was niet gevaarlijk. Ik heb kool gevonden. Hier is ook kool. Is keeper blies precies op. Oh, nice gunpowder, man. Yay. Dat kool is altijd echt handig. True. Zou ik een enderman kunnen killen? Kan wel, denk ik. Maar als die jou twee keer slaat, ben je dood, denk ik. Ik heb 3,5 hartje. Nou, dan slaat hij jou in één keer op de uit. Ik denk het ook. Laat ik me niet proberen. Moet je hem niet in de oogjes kijken? Dan ga ik eventjes zorgen dat ik wat extra hout heb. Ga ik even trapjes maken van jouw Moet je wel even de blokjes weghakken en dan eentje neerzetten. Want anders kun je mijn hoofd over dat ding aan. Dan heb ik geen zin. Ja, ik kan op dit moment doodgaan. 2,5 hartjes. Heb je geen vlees? Nee, dat heb ik niet gepakt. Dat dacht ik, laat het gewoon liggen. Het is niet zo belangrijk. Ik een cave of zo? Ja, ik heb al een cave gevonden. Nu man. Al. Wat? Ja, oké, hier zit een kut spider spanner. Een spider spanner? Ja. Ik ga het even afblokkeren hoor. Robby, kijk of er een zadel ligt. Oh ja, dat is hier hè. Oh kut, er komt al zo'n giftige spin naar me toe. Hak hem dood. Is het zo'n kleine spin of zo'n van die grote spinnen? Nee, het zijn van die echte cave spiders. Wil je dan hekjes zelf thuis neerzetten? Hekjes? Ja. Waarvoor heb je hekjes nodig? Ik heb 2 kippen. Oh, maar ik heb 6 hekjes kunnen maken. Waar kan ik dat even neerzetten? Heb je ook een gate of niet? Nee, ja. Maar niks uit. Dan zetten we ze in en doe jij het laatste hekje. Kom echt hekjes te kort. Ik zie geen creeper. Oh nee! Oh. ik zie geen creeper. Op dat moment blaast er een creeper op. Oké, ik ga even snel mijn spullen halen. Holy shit, die timing. Alright, ik ben er. En ze zijn opgesloten. We hebben 2 kippen. Oké, en ik heb 3 iron. Nice, GG. Maar eerst ga ik even doortjes om die spannen neerzetten. Zodat ze niet meer gaan spannen, want daar heb ik echt geen zin. Mijn pickaxe is bijna kapot, dus ik ga zo weer omhoog. Ik heb pickaxe voor je. Ook een zwaard? Ja, ook. Mijn wat voor een steen, hè? Mm-hmm. Nee, sorry, hout. Speed me down, dus. Speed me down, hè? Maar niks uit. Oh ja, hier zit er inderdaad gewoon nog één. Ik maak nog wel even wat potjes. Kijk uit. Hier even doorheen jassen. Ik vind dat even van die kleine kutspinnen. Die niet zo snel raakt. Hoppakee, ik ben boven. Nice. Alright, heb je voor mij de iron? Ja. Netjes. Hoppakee, ben ik zo terug. Dood. Ik heb een bucket. Oh, hier is ook gewoon sugarcane. Nice. Heb ik al 1 pikker. Dit is echt wel een perfect land waar we zijn trouwens. Lekker open, je ziet alles. Oh, daar is weer een spin. Die spinnen kan ik niet tegen. Nee, maar die zijn ook. Kijk, spinnen normaal gesproken vind ik niet zo erg.
Ja, vind ik al kut, maar niet zo heel erg. Maar deze zijn zo spinnen... gigantisch snel. Weet je hoe we dit noemen? ADHD-spinnen. ADHD-spinnen. Vind je niet? Ja. Een beetje wel, hè? Nice, ik heb een ho. Een hoe? Een ho. Hoe? Zo, 1, 2, hoppakee, zus, zo, hoppakee. Hoppakees. Nou, we hebben zelfs nu een farmpie. Easy, easy going. Het water is ook hinderlijk. Ik kan tegen heel veel dingen niet. Zoveel dingen mag ik vaak niet tegen kan. Heb jij vroeger ook wel eens Minecraft gespeeld op je telefoon? Ja. Vond je toen ook altijd grappig dat je zeg maar seeds kon krijgen door middel van met een hoofd overal te hakken? Ja, ik kon heel veel dingen waren heel anders daarop. En er waren sommige dingen al, terwijl je op normaal Minecraft had je dat. En andersom. Ja, ik vond het wel. Wij hadden redstone en zij hadden dat. Nee, maar later wel volgens mij, toch? Ja. Wel hadden ze wel redstone, maar ze konden er nog niks mee. Ze konden nog geen machines bouwen en zo van redstone. Dat bestond nog. Oké, mijn pik is net kapot. Kijk of ik ergens hout kan vinden hier. Ja, zie ik. Kijk, hout hak. Ik zie daar lava. Wat betekent lava, Jesse? Nether. Nee, diamonds. Ja, en nether. Mocht er nog een tweede aflevering komen? Nou, wat denk je? 10.000 likes? Ja, dat kan. Dat is wel een beetje maat, hè, Jesse? Nee, laten we voor de 1 like gaan. Nee, ik vind dat we voor de 10 likes gaan. Nou, dit is ook niet te veel gevraagd. Nee, dat is een ander kanaal, Jesse. Oh. Oh, je begrijpt hem nu pas. Oh. Bij jou drong die nog niet helemaal door, of wel? Nee, ik zat veel te serieus na te denken. Wel even wat water, hoor. Oh, ik hoop dat als die lava hier weg is, dat er dan diamonds tevoorschijn komen. Ik zit hier echt te wachten. Oh, diamonds. Wel iron, maar geen diamonds. Oh. Okay. Ik wil diamonds! Nee, ik zie niks. Oh, misschien hier nog. Spannend. Bijna. Voel het. Huh? Deze kip hebben we alweer een ei gelegd. What the fuck? Ja. Nou, please. Wij hebben legkippen. Wij hebben geen diamonds. Oh. Maar dat maakt niks uit. Ik vind dat we behoorlijke progressie hebben gemaakt. Vind je niet? Ja. En ik zie dat die zombies aankomen, dus ik heb eigenlijk even je hulp nodig boven. En dan gaan we die zombies killen. En oh kut, ze kunnen het dak op. Ik hoor jou hakken hier, ja. Voor mij zit je bijna in je beeldscherm te hakken. Je kan geen gold hakken met stone. Dat was ook. Ah, kut. En ik heb ook geen smeltery, dus ik ga ook even een oven maken. Ik maak even hier mijn local place. Ik heb ze. Pickaxe maken. Weer twee sheets zoeken. Ze hebben gewoon een sheet van mij gestolen net. Nou ja. Alles hier gekild. Nee. Alright. Zodat ik gold kan maken. Oké. Dan wil ik iedereen bedanken voor het kijken. Ik vond het echt een super toffe aflevering. Ik hoop dat jullie dat ook zo vonden. Ik hoop dat Robin dat ook zo vond. Zeker weten. En dan, ik verheug me alweer op de volgende. Ik ook. We hebben echt gewoon letterlijk bijna alles deze keer. Dus ik zeg tot volgende keer. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet dat like knopje in te drukken. Want we willen die 10.000 likes halen. Min 3 nullen. Vergeet ook niet te abonneren. En dan check je de volgende aflevering weer met z'n. Later. Doei doei. Oh, glitch. 1, 2, 3, fuck it.